Breda Nu. In dit programma besteden wij extra aandacht aan de kanjers van Breda. Namelijk jij, de inwoner. We zien hoe sommige inwoners nog hard aan het werk zijn en hoe anderen hun quarantainetijd thuis nuttig besteden. Samen vechten wij tegen dit virus. Dit zijn de vlogs van en voor de kanjers van Breda. Hoi, ik ben Larissa en ik werk momenteel op de spoed in het Amphia ziekenhuis. Tot 2 weken geleden werkte ik in het Amphia ziekenhuis als gynaecoloog in opleiding. Maar sindsdien zie ik eigenlijk vooral coronapatiënten op de spoedeisende hulp. Om daar andere specialisten in te ondersteunen. Om meer patiënten eigenlijk te kunnen zien en de doorstroom te verbeteren. Nou, we staan hier op het plein voor de spoedeisende hulp. En ik ga jullie even meenemen in hoe het proces hier dan eigenlijk gaat. Je ziet hier achter mij de slagbomen. En dat is eigenlijk het eerste moment waarop patiënten al worden gezien. Daarbij staan een aantal bewakers en die vragen al een aantal klachten uit. Zodat ze beslissen waar mensen moeten parkeren. En dat zie je hier achter mij. Zie je eerst hier parkeerplekken. Hier achter een hoekje en daarachter zijn nog meer parkeerplekken. Word je verdacht van een corona-infectie, dan moet je naar de achterste parkeerplaats. Word je verdacht van iets anders, dan kom je op de voorste parkeerplaats. Dus botbreuken en dergelijke, die komen hier vooraan. En mensen met hoesten en benauwdheidsklachten, die komen eigenlijk achter die portacabins. We lopen even een stukje die kant op, zodat we dat wat beter eigenlijk kunnen zien. En het is denk ik dus ook heel belangrijk dat je realiseert dat we dat zoveel mogelijk gescheiden houden. Niet alleen hier, maar ook binnen in het ziekenhuis. Je ziet hier een loketje met de letter A erop. Die A die staat voor de schone patiënten. En we lopen zo naar de andere kant, daar staat een B. En daar moet je je dus melden als er klachten zijn van benauwdheid of andere dingen. Dus we lopen rustig die kant op. En ik denk dat het heel belangrijk is om ook gewoon te komen als je klachten hebt. Ook al zijn dit andere klachten. Omdat het wel belangrijk is om dit goed te zien. Hier zie je een loketje B. En dit is dus waar de mensen die worden verdacht van een corona-infectie heen moeten. En dus ook moeten parkeren, zodat het eigenlijk helemaal gescheiden is. Ja, maar die dood is allemaal niet goed. Ja. We gaan ons aankleden om de eerste patiënt van vandaag de spoedeisende hulp weer te zien. Dus we doen eerst een gele jas aan om onszelf te beschermen. Dus die knopen we om ons nek vast. Ja, zal ik jou erbij slepen dan? En dan knopen we die ook nog om onze armen erdoorheen. En om je middel vast te knopen. Dus dat kost altijd even tijd per patiënt. Ondertussen moet je zorgen dat je de stethoscoop al vast hebt. Een mondkapje op. Je doet een mutsje op. Ja. Een bril op. En handschoenen aan. Dan zorg je dat je je stethoscoop in je hand hebt. Want die kan je uit je kamer er niet meer onderuit pakken. Hetzelfde geldt voor je telefoon die je daarna dan ook weer moet ontsmetten. Dus hiermee loop je dan vervolgens naar de kamer toe. Op de kamer staan verschillende bordjes die ook aangeven hoe je gekleed de kamer binnen moet. Ook vandaag heb ik weer meerdere patiënten gezien met de verdenking corona. Een daarvan was een jonge meneer, maar echt in hele verschillende leeftijdscategorieën eigenlijk. Maar wat me opviel bij deze meneer is dat zijn klachtenpresentatie eigenlijk heel anders was. Want mensen met hoesten, kortademigheid, ja, dat zijn de klachten die we vooral kennen van de corona-infectie, hè? Maar dit was een manier waarbij de hoofdpijn eigenlijk voornamelijk op de voorgrond staat. Verder waren er wel wat andere klachten, maar die hoofdpijn was eigenlijk wat het meeste waarvoor hij eigenlijk kwam en was ingestuurd. Dus ook daarbij kan het dus betekenen dat je een corona-infectie hebt. We hebben daarna een scan van de longen gemaakt en daarop was ook duidelijk te zien dat er waarschijnlijk sprake zal zijn van een corona-infectie. Ik zeg waarschijnlijk omdat je het nooit zeker weet. En je nog moet wachten eigenlijk op de testresultaten van de kieluitstrijk die is afgenomen. Wat verder nog op me stond te wachten, wat heel erg leuk was toen ik thuis kwam, was deze bos bloemen. Met een heel lief kaartje erbij. Ik ga even kijken of ik dat aan jullie kan laten zien. Waarop van een collega die wist dat ik
dat ik hiermee bezig was om succes te wensen en heel veel sterkte. Dus dat is echt super lief dat er ook vanuit andere delen van het land zo aan ons wordt gedacht. Aan Brabant, waar toch de meeste coronagevallen tot nu toe zijn. Ook al begint de rest van Nederland daaraan ook mee te doen. Wat me verder ook wel, wel wat onrust geeft, is dat er heel veel minder mensen met andere klachten op de spoedeisende hulp komen. En dat zou natuurlijk eigenlijk niet anders moeten zijn dan het is. Dus wat ik jullie ook vooral wil benadrukken, is om vooral wel naar de spoedeisende hulp te gaan. En vooral wel je huisarts te bellen als er iets aan de hand is. Want zij kunnen dan inschatten of daar nu iets mee moet, ja of nee. En er vooral niet te lang met klachten te blijven lopen. Om alles een plekje te geven naar je diensten, ga ik eigenlijk altijd hardlopen daarna. Dus hardloopschoenen aan is ook goed voor je mentale gezondheid. En dat is denk ik ook belangrijk, want je zit nu veel binnen. Maar blijven sporten is zeker een van de prioriteiten die we moeten hebben. Dus dat gaan we nu doen. Een vriendinnetje belde me net nog en die zei heel treffend: realiseer je wel hoe bijzonder dit eigenlijk is? 2,5 weken geleden zag ik alleen nog maar vrouwen. Mensen die aan het bevallen waren, zwanger waren. Of met andere gynaecologische klachten. En heel af en toe een man. Als mensen zwanger proberen te raken waarbij dat niet lukt. En nu zie ik dagelijks voornamelijk mannen op de spoedeisende hulp. Die ook nog iets heel anders hebben dan wat ik normaal zie. Dus echt wat buiten mijn comfortzone is. En eigenlijk realiseer ik me toen pas dat ik echt helemaal omgeschakeld ben in die 2 weken. Dat ik dat aan het begin ook echt super moeilijk vond en echt super raar. Maar dat ik nu echt alweer een aantal van die patiënten heb gezien. En dat ik door de goede begeleiding die ik ook krijg van de longartsen en de internisten, die echt heel aardig zijn en ook heel lief zijn en je ook echt meehelpen, dat dat echt heel anders is dan voorheen. Maar ook de dingen die ik meemaak, dat die heel anders zijn dan voorheen. De gesprekken die ik met mensen voer over of ze nog naar de IC willen. Ja, dat zijn eigenlijk dingen die ik bij zwangere en bevallende vrouwen eigenlijk nooit doe. Gelukkig maar ook natuurlijk. Maar dat is wel echt een enorme omschakeling en dat kost toch wel energie. En daarom is het ook wel fijn dat het rooster zoals we het nu hebben, dat je 2 dagen overdag op de spoedeisende hulp staat, dan 2 dagen 's avonds, dan 2 dagen 's nachts en dat je dan een aantal dagen vrij bent. Ook om weer even bij te komen van alles wat je meemaakt en wat toch heel anders is dan wat je normaal eigenlijk doet. Dus dat is wel fijn dat dat zo geregeld is. En dat er ook wel aandacht is om ook elkaar support te geven. En er ook met elkaar het over te hebben. Dus daarvoor ben ik ook mijn omgeving heel erg dankbaar dat ik dat af en toe mag delen. Dat ze ook af en toe aan me denken, zoals dat bloemetje wat ik eerder ook aan jullie liet zien. Je bent al druk bezig, zie ik, Tine Merks. Hè? We kennen jou natuurlijk van het Poppenmuseum bij het Begijnhof. Maar je hebt nu wat leuks verzonnen voor de kinderen in deze coronatijd. Ja, ik dacht eens kijken hoe ik mij verdienstelijk kan maken. We zullen eens gaan plakken. Je hebt daarvoor nodig plak, de lijm. En als je geen lijm in huis hebt, dan doen we het met bloem. Uit de keuken. Een schep bloem in een potje, doet er wat water bij, roeren en dat is je lijm. En dat kan je overal opplakken. Papier is of ijzer of plastic, op alle dingen. Zoek maar wat waar je het op kunt plakken. En dat kan op vaasjes zijn, op bekertjes, op een blikje, van alles en nog wat. Dan kan je met een perforator, een perforator kan je leuke rondjes maken. Heb je confetti over van de carnaval? Heel goed, dan kan je er ook allemaal op plakken. Dat autootje is daar helemaal van gemaakt. Dat is een oud autootje, dat is helemaal beplakt met rondjes uit de perforator. En ik heb hier een hele hoop doosjes en kleurtjes gemaakt, gewoon uit een boek. Een krant kan je er goed voor gebruiken. Je kunt er gewoon bladen. Ja, reclameblaadjes en zo. Reclameblaadjes en zo. Ja. En dan doe je alleen maar even wat lijm op hetgeen wat je gaat beplakken. Dit is nou een jampotje. En dan plak je het erop. En zo ga je het helemaal bekleden. Ja. Het blijft heel goed zitten. De eierdozen kan je ervoor gebruiken. Ja, het is denk ik niet alleen leuk voor kinderen, maar misschien ook nog wel voor volwassenen. Daar ook. Het is heel erg leuk voor volwassenen. Deze duiveltjeskop, die is ook helemaal van die rondjes gemaakt. En dat autootje uiteraard. Het is ook voor volwassenen heel erg leuk. Ja. Nou, ik denk dat heel veel kinderen en misschien ook wel volwassenen inspiratie uit ze kunnen putten. Jij bedankt voor deze leuke tip. En we zien elkaar weer in betere tijden. Heel graag.
En heel veel succes en veel plezier ermee. Goedemiddag, mijn naam is Remo Kouwenberg en ik ben verantwoordelijk voor een lokaal schoonmaakbedrijf hier in Breda. Erg leuk dat Breda nu aandacht besteedt aan de vitale beroepen. Beroepen die op dit moment zorgen dat onze maatschappij blijft draaien. En uiteraard, schoonmaken is ons vak en dat verdient ook dat in het zonnetje gezet kan worden. We waren daarom ook erg blij en erg trots dat Mark Rutte in zijn toespraak ook aangaf dat schoonmaken ook tot de cruciale beroepen behoort. Weliswaar bedoeld voor de zorg, maar ook met name de IC-gedeelte. Wij hebben ook collega's staan die dagelijks op de IC staan om het schoonmaken daar te verzorgen. En jongens, we zijn hartstikke trots op jullie. We denken ook dagelijks aan jullie, want we weten hoe het is. In pakken, volledig geïsoleerd, hartstikke zwaar, ontzettend warm. En daar hebben we ook alleen maar volop respect op. Dus nogmaals, complimenten collega's. Er is veel veranderd de afgelopen weken, wereldwijd. Maar goed, om het lokale bij ons te houden, ook voor ons. De planning is ook volledig aangepast. Bedrijven die ook per direct gesloten zijn, waar we niet meer kunnen schoonmaken of niet meer mogen schoonmaken. Maar ook bij mensen thuis, die op dat moment ook zeggen, geen contact meer met buiten, willen eigenlijk alle risico's voorkomen. Totdat er een vaccin is, die sluiten zich ook echt af van de buitenwereld. Ja, dan houden die werkzaamheden voor ons ook op. Dat zijn ook wel de zorgen die we als bedrijf hebben. Dus wat dat betreft zijn we ook erg blij met de overheid, die in ieder geval ook aangeeft om de bedrijven te helpen. Het noodfonds overbrugging werkgelegenheid. Dus daar zullen we ook gebruik van moeten maken. Daar hebben we ook alle vertrouwen in. Daarnaast biedt het ook heel veel kansen. Desinfectie is natuurlijk iets wat op dit moment erg veel speelt. We zijn ook bij veel bedrijven bezig om complete kantoren te desinfecteren. Te zorgen dat de bedrijven die open zijn en werken ook daadwerkelijk ook door kunnen werken in veilige omstandigheden. En daarnaast als bedrijf houden we ons natuurlijk ook aan de richtlijnen van de RIVM. Ook wij op kantoor hebben maatregelen getroffen. Kantoren de werkruimte uit elkaar, zorgen dat de looppaden vrij zijn, dat je niet langs elkaar hoeft te komen. Niet samen in een auto zitten. Noem maar op. Ook op de locatie zelf moeten we ook overal rekening mee houden met handschoentjes. De klanten ook informeren dat je gepast werkt. Je kan vaak ook niet meer met z'n tweeën ergens gaan werken. Dus we hebben ook echt alles moeten aanpassen. Er komt heel wat bij kijken. Het lijkt me leuk om anders even naar een paar locaties te gaan. Dan kunnen we een paar collega's spreken. En dan, ik hoor net mijn collega ook aan komen rijden. Dus ik pik hem even op en dan rijden we samen naar een locatie toe. Hey Antonio. Hey. Hoe gaat het? Goed, we zijn nu alles aan het desinfecteren, zodat de mensen hier van het bedrijf ook door kunnen werken tijdens deze coronatijd. Zodat het bedrijf zo nu mogelijk wordt opgehouden. Hey, dat het schoon is. Ja, nou, succes hè. Hoi. Hey Cynthia, hoe gaat het? Goed toch? Ja, vertel eens wat je aan het doen bent. We zijn aan de kluisjes aan het poetsen. Om even alles een keer goed te ontsmetten in verband met coronavirus. En het desinfecteren. En wat houdt het desinfecteren in? Dat je eerst alle oppervlakte een keer goed afdoen. En daarna met koud chloorwater even lekker de boel afschoppen. 5 minuten intrekken. En daarna weer lekker overheen met een geweldig. Nou, heel veel succes hè? Ja, dank je. Nou, mijn collega is inmiddels al weg. Ik wilde inderdaad ook bij hem net instappen en uiteraard gaat dat niet. Dus ik rij even naar een van onze panden toe. Hey Paulus. Hey Raymond. Hey. Hoe gaat het er allemaal mee? Ja, op zich goed. Beetje druk met werk. Ja. Extra dingetjes overal bij de klanten en panden. Merk je veel van de corona? Ja, daarom zeg ik extra dingen overal. Ze willen meer. Leuningen, drukpanelen, noem het maar op. Dat doen we wel, maar standaard hadden we wel, maar nu willen ze echt specifieker op. Dus ja, dus hopelijk wordt het meer gewaardeerd nu. Geweldig, ja, dat verdienen we ook hè. Hey, dankjewel. Succes hè. Dankjewel. Hey. Fijne dag verder. Breda Nu.